Martine Willemsen, verenigingsadviseur, is misschien gewoon breed begrip, bij Rotterdam Sport Support. Wij hebben veel geleerd op het gebied van, ik noem het maar ACT, om het makkelijk te houden voor iedereen, op de Rotterdamse sportverenigingen. Ja, daar gaat hij. Waarom Rotterdam Sport Support als partner in het Living Lab, wat door de gemeente geïnitieerd is? Nou, wij zijn al 20 jaar een onafhankelijke stichting die met zo'n 60 mensen samenwerkt om zoveel mogelijk Rotterdammers in beweging te krijgen via de ruim 350 sportverenigingen die wij in de stad hebben. En dat zijn heel veel verschillende verenigingen. De grootste club die telt een kleine 20.000 leden. Iemand enig gevoel bij welke sport dat zou zijn? Als je in de sport werkt, dan weet je het in principe wel. Jij mag niks zeggen. Nou, dat is... Iemand? Nee? Vissen. Als je wil vissen in de regio Rijnmond, moet je je aansluiten bij een vereniging. Dit is dus niet een vereniging waar 20.000 mensen in de kantine bij elkaar komen. Maar dit is meer op papier zijn ze lid van deze vereniging. En de kleinste club die telt 8 leden. Dat is, dat ga ik jullie niet laten raden, maar dat is een dove schaakvereniging, Maastad 87. Dus even om aan te geven dat het heel veel verschil zit in de clubs die wij begeleiden. Zo hebben we een 45-tal echt grote clubs. Dat noemen wij clubs met meer dan 500 leden. Bijvoorbeeld een hoekclub Rotterdam heeft 2000 leden. Maar de meeste clubs, 228 in totaal, zijn klein. Die hebben minder dan 200 leden. Nou, zo'n 16% van de Rotterdamse bevolking is lid van een sportvereniging. En 55.000 mensen doen vrijwilligerswerk in de sport. Even dat jullie een beetje een gevoel hebben bij de context waarin wij werken in Rotterdam. Als we het hebben over de sportvereniging, dan is de sportvereniging eigenlijk de oudste manier waarop we in Nederland gewend zijn om te bewegen, om te sporten. Veel verenigingen bestaan ook al wel langer dan 100 jaar. Maar we weten ook allemaal dat de verenigingen met uitdagingen te maken hebben. Want om toekomstbestendig te zijn, moet je ook mee veranderen met die buitenkant van de sportvereniging. We hebben te maken met vergrijzing, we hebben te maken met flexibilisering. Nou, de gemiddelde sportvereniging heeft gewoon een jaarlidmaatschap, weinig flexibels aan. Mensen willen individueler sporten. Nou, er zijn best wat uitdagingen voor de sportvereniging van tegenwoordig. Nou, moet je dus voldoen als sportvereniging aan de wensen en de eisen van die sporters, die veranderende eisen in de wereld om je heen. Oh kijk, jullie zijn al veel sneller dan... Ik ging nog uitleggen wat ik met mijn vraag bedoelde, maar wat zijn jullie nou volgens jullie de belangrijkste elementen om aan te werken? Ja, de meeste mensen zeggen toch dat jeugd of dat ledenbestand, hou dat nou op peil, hou je huidige leden vast en zorg dat er nieuwe bij komen. Zonder leden geen vereniging, dus dat verbaast me inderdaad niet dat de meeste mensen daarop op stemmen. Maar ook het uitbreiden van je aanbod. Nou, dat zeggen niet zo heel veel mensen. Maar als jij niet meer je aanbod past op wat iedereen wil, dan komen er ook geen leden. Wat ik eigenlijk met deze vraag aan wilde wakkeren is, of duidelijk wilde maken, is dat met het ECK-experiment wat wij hebben gedaan, inspelen op al deze elementen. ECK op een vereniging is ook een manier van meebewegen met die grote boze buitenwereld die soms nog wel wat harder gaat dan de gemiddelde vereniging. Goed, als ik dan next... Oh, dan moeten jullie daar wat doen waarschijnlijk. Yes. Oh, kijk. Ja. 5 jaar lang vanuit Sportsport hebben we al ervaring met e-sports, met ACK, ging ik zeggen. Ja. En ik gebruik daarvoor eigenlijk het modelletje, wat al bij de eerdere sprekers ook wel is teruggekomen. Dat komt uit de Lean Startup methode. Maar dat je bedenkt van achter je bureau of vanuit beleid van oké, nou dit gaan wij doen. Maar dan ga je ook wel het vrij snel in de markt zetten. Dan ga je meten en leren en aanpassen en zo blijf je doorontwikkelen. En dat is wat wij de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. We begonnen in 2017 met een FIFA-competitie. Dat was een offline competitie in tweetallen. Je ging van club naar club. Het was nieuw voor clubs, voor de sporters, voor iedereen. Het was ingewikkeld. Dat moest eenvoudiger.
toen hebben we, daar zijn ze weer, Wim, ik ben blij dat jij ook hier zit en in de presentatie staat. Toen hebben we gezegd van nee, dat moet eenvoudiger, willen één aanspreekpunt die dit gaan organiseren. Dus zij hebben dat toen overgenomen en zij waren verantwoordelijk om dat. Ik ga er straks in de volgende slides nog wat dieper op in. Toen kwam het Living Lab, dus dat bood de kans om terug te gaan naar de tekentafel en op basis van de ervaringen van 17 en 18 te kijken van oké, maar als we er nu echt even rustige tijd voor nemen, hoe gaan we het dan neerzetten? Zo kwamen wij ook in contact met Techonomy, jullie wel bekend, want die zijn mede-organisator van dit mooie event. En hebben we samen met hen een marktgerichte benadering neergezet om ECK op een sportvereniging neer te zetten, later meer. Nou, die hebben we toen later weer aangepast naar meer begeleiding, waar we het dus eerst aan de markt over lieten, hebben we daarna meer verenigingen in de hand beetgenomen. Om vervolgens toe te werken naar een repeatable model, mooi Nederlands woord. Want we wisten dat er een Living Lab was, wat op een gegeven moment ook weer zou eindigen. En we wilden heel graag iets duurzaam neerzetten en iets achterlaten. En ik denk dat het daar ook interessant wordt voor jullie allemaal, want ik denk dat we ook echt wel iets neer hebben gezet waar jullie vanuit jullie rollen ook iets aan kunnen hebben. Goed, ik zei het al, 2017, zes jaar geleden, gaming bestond natuurlijk al wel langer, maar op een sportvereniging over het algemeen heb je met bestuurders te maken die zelf niet weten wat gaming is, daar weinig feeling mee hebben. Die heb je uiteindelijk toch nodig natuurlijk om het neer te zetten. Het was mooi om te doen, ook omdat wij die kans zagen van oké, kinderen gamen veel. Het voelt als haaks op het fysiek sporten. Maar ligt daar niet een kans? Want het is there to stay. Het is niet dat het volgend jaar weer gestopt is, dat game. Het wordt eigenlijk alleen maar groter. Dus hoe kunnen we dat aan elkaar knopen, die elementen? Nou, dit was ingewikkeld en groot. We vroegen veel van vrijwilligers die toch ook al druk waren met het voetbal organiseren en echt met de sport bezig zijn. Dus hoe kunnen we dit wat makkelijker maken? Nou, daar kwam House of Esports in beeld, die voor ons toen die kar hebben getrokken. We hebben veel clubs benaderd. Uiteindelijk zijn er 8 clubs echt mee aan de slag gegaan. Dat was sportbreed, dus niet alleen voetbal. Waar het in 17 alleen voetbal was, werd dit sportbreed neergezet. We zijn van offline naar online gegaan om het ook wat makkelijker te maken. En we hebben ook gezorgd dat de clubs zelf een financiële bijdrage deden om commitment te krijgen. Nou, de deelnemers waren heel enthousiast, zal jullie niet verbazen. Maar nog steeds bleef het een uitdaging. Nou, daar was het Living Lab. Dat was dus een hartstikke mooie kans om, zoals ik eerder al zei, de boel echt wat steviger beet te pakken. Met die geleerde lessen, samen met Techonomy als partner, die ook echt veel ervaring hebben in digital marketing, maar ook in sport bewegen en hoe je die werelden bij elkaar kan brengen. Daar volgde het volgende concept, wil ik zeggen, maar dan doe ik het eigenlijk niet genoeg eer aan, maar daar ontstond de Rotterdam Gate Games. Voor mij als 40er en met dochters, dus ik had helemaal geen ervaring met gaming. Dus ik zei, oh, Rotterdam Gate Games, nou klinkt leuk, maar de gamers snappen deze terminologie. Een gate is een station wat je door moet om naar het volgende level te komen. Verschillende iconen van games in het logo. En hiermee, als op zichzelf staand concept of experiment, inderdaad Johan, om in jouw terminologie te blijven, op zichzelf staand element binnen het Living Lab. Met ons doel, want het is natuurlijk heel breed, ECK op sportverenigingen, maar ja, wat gaan we dan doen? En dit is ook nog wel steeds wel relatief breed, maar wat we aan het doen zijn, is aan het kijken, kunnen wij het sportaanbod verruimen op die clubs? Kunnen we daarmee leden binden? Kunnen we daarmee misschien wel nieuwe leden naar binnen halen bij die verenigingen? En kunnen we kijken wat dan die succesfactoren zijn om dat vervolgens weer te herhalen en een repeatable model neer te zetten. Nou, dat begon in halverwege 2020. Als jullie denken aan 2020, denken jullie waarschijnlijk ook corona. Nou, daar hebben we natuurlijk ook echt wel last van gehad. Maar halverwege 2020 hebben we wel gezegd, we gaan nu gewoon beginnen. Met een marktgerichte benadering om te kijken, kunnen wij de Rotterdammers,
die gamen leuk vinden en lid zijn van een sportvereniging, kunnen wij die online vinden. Zo heeft Techonomy een super toffe social media campagne neergezet om deze mensen online te bereiken. Nou, daar hebben vervolgens zo'n 2300 mensen hebben geklikt. En die kwamen wat verder naar beneden in de funnel. En die deden daar verschillende challenges, games. Er waren incentives om daar te blijven en geïnspireerd te raken van... Hey, ben ik lid van een sportvereniging en vind ik het leuk om op mijn club iets te organiseren rondom ACK. Dat ging met behulp van toolkits en WhatsApp-hulp. En alles werd echt wel op een presenteerblaadje aangereikt om het zo makkelijk mogelijk te maken. Nou, daar hebben uiteindelijk 7 mensen hebben dat gedaan. We werkten toen naar een finale. Die kon helaas niet doorgaan. Het was corona, er was lockdown, dus we konden niet samenkomen. Build, Measure, Learn. We passen weer aan voor het jaar daarna. Dus daar kwam de versie 2.0 van de Rotterdam Gate Games. Waar we in de 1.0 versie, wat ik net al zei, het aan de markt over hebben gelaten. Social media, een grote campagne. Hopend dat wij dan de juiste mensen vinden die intrinsiek iets neer willen zetten op een club, hebben we hem omgedraaid. Hebben we gezegd, oké, wij vanuit Rotterdam Sportsport kennen de verenigingen goed. Wij kunnen clubs vinden die hier geschikt zouden kunnen zijn om mee aan de slag te gaan. Dus we hebben 4 clubs gevonden. Dus we hebben het meer top-down ingericht en de verenigingen aan de hand meegenomen. Later meer daarover. Nou, dus eerst meer breed ingezet, social targeting. Daarmee bereikten we uiteindelijk toch ook mensen van buiten Rotterdam. Dat was ook niet wenselijk met Rotterdamse gemeentegeld. dus echt meer samen met die clubs aan de slag. Bij de 1.0 versie hadden we gezegd, oké, we doen die campagne, dan is de funnel zo gaan we het doen. Hebben we omgedraaid bij 2.0, hebben we gezegd van nee, we gaan kijken wat wil die jongeren op die club, wat vinden ze leuk, waar gaan ze op aan, zodat we echt iets neerzetten wat ja, door hen zelf gecreëerd is. Nou, toewerkend naar een fysiek evenement, dat logischerwijs wilden we niet meer om flexibel te blijven, het was nog steeds corona. En ook om flexibel te blijven wat de jongeren wilden. Misschien wil je helemaal geen fysiek event en wil je iets online doen of iets dergelijks. Dus zo bleven we op meerdere vlakken flexibel. En Stichting Alexander, onderzoeksbureau waarvan Tarik hier ook is, die straks jullie meeneemt in de bredere resultaten, die waren laat aangehaakt en die hebben we bij 2.0 al vanaf het begin betrokken. Goed, hoe gingen we dan die verenigingen meer aan de hand meenemen? We hadden er 4 geselecteerd. Dat was Tempo 34, dat is een hockeyvereniging. OZC, korfbal. Spartaan 20 is een voetbalvereniging. En ETC is een handbalvereniging. Dus zo hadden we 4 verschillende sporten, 4 verschillende soorten verenigingen, ook in grootte. Dus dat maakte ook het leren ook nog weer interessanter. En we hebben ze echt aan de hand meegenomen. Dus we hebben eerst een kick-off op de club gedaan. Daar kwamen iemand van Techonomy was daar ook bij. Gebrainstormd met die jongeren zelf van... wat vinden jullie leuke spellen? Waarom komen jullie hier graag op de club? Waar staat jullie club voor? Daar kwamen die logo's vervolgens ook uit. ETC, dus nog wel leuk om te vertellen, de laatste. Die zijn zo blij met hun logo dat ze overwegen om dit hun echte clublogo te laten worden. Dus per vereniging echt beetpakken en kijken wat willen jullie, waar zit bij jullie de energie. Om vervolgens, dat was in een klein groepje, dat breder uit te zetten binnen de vereniging met een enquête. Dat klinkt heel droog, maar Techonomy kan dat met leuke spelletjes en echt op een aansprekende manier, zodat mensen ook het gaan invullen. En zo zijn dus per vereniging activiteiten neergezet en hebben we ook per vereniging gekeken... hoeveel ondersteuning heb je nodig vanuit ons, vanuit Techonomy, of wat kan je eventueel zelf? Nou, we hebben daar in totaal met die 4 clubs hebben we 578 kinderen bereikt. 44 mensen waren actief als vrijwilliger op die clubs. En het ook nog wel interessant is dat 55 clubs geïnspireerd zijn geraakt om met ACK aan de slag te gaan op hun club. Wij doen elk jaar een vitaliteitsonderzoek waarbij we clubs vragen om een hele lange enquête in te vullen.
wel een hele droge enquête. Maar daar komt heel veel respons op. En daar hebben we een grote toename gezien sinds we dit Rotterdam Gate Camp zijn gaan neerzetten. Een hele grote toename gezien in clubs die zeggen, ja, ik wil daar wel mee aan de slag. Dus daaruit durven wij wel de conclusie te trekken dat we hebben geïnspireerd. Het beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dit is een filmpje wat we opnamen bij OZC. En dat vond ik leuk om heel even te laten zien wat er gebeurt in verbinding tussen jeugdleden op het moment dat ze met elkaar een spel spelen, Just Dance in dit geval, op de club. En de volgende is bij Spartaan 20, waar een heel stel, volgens mij zijn het alleen maar jongetjes, penalties aan het nemen zijn. En daar zie je ook iets andere dynamiek, maar wel ook heel veel dynamiek. Oké, dit gaat nog 5 minuten door. Ik zal het jullie besparen. Maar jullie, dat vond ik belangrijk om echt even te laten zien. Wat gebeurt er nou als kinderen met elkaar aan het gamen zijn? Nou, we hadden het al over inspelen op kansen. Kijk, wij hadden ook van tevoren gezegd van oké, dan gaat het zus en zo komend jaar. Maar soms doen zich ook kansen voor. Of ontstaan er situaties waar je graag op in wil spelen. En dat was in de winter in de kerstvakantie van 21 naar 22. Het was de tweede week van de kerstvakantie. Clubs waren dicht, lockdown, kinderen zaten thuis. Oké, wat kunnen wij doen vanuit ons traject om die kids toch iets leuks te laten beleven? En daar kwam Techonomy met de goede ervaring die zij ook weer op dit vlak hebben, ook weer heel goed van pas. En die hadden al ervaring met 11 tegen 11 FIFA. Dus we hebben een toernooi gedaan en we zijn best wel trots, denk ik, op de aantallen kids. We hebben daar ruim 400 kinderen mee kunnen bereiken. 20 teams hebben tegen elkaar gespeeld van 19 verschillende verenigingen. En er waren ook nog 200 kijkers op de livestream via Twitch. Dus dat geeft maar weer aan dat dit ook echt wel heel erg leeft. En dat dat er ook kansen zijn waar je soms along the way op in kan spelen. 2 minuten? Oh mijn god. Oké. Dan ben ik veel langzamer dan ik had gedaan. Nu wordt het echt interessant voor jullie. Dit gaat over het repeatable model. Ik had beloofd dat we iets in het begin hebben. We werkten toe naar iets wat herhaalbaar, schaalbaar en betaalbaar zou zijn. Iets wat je neer kan zetten. Kijk, wij hebben met 4 clubs geëxperimenteerd. Maar we hebben nog 350 clubs in Rotterdam. En landelijk gezien ook nog heel veel meer. Dus alles wat wij geleerd hebben in Rotterdam staat op gamenopjouwvereniging.nl. En dat hebben wij neergezet met als doel om clubs te inspireren. Hele praktische handvaten te bieden, toolkits, video's. Eigenlijk alles wat je zou willen weten als jij met gaming op je club aan de slag zou willen, kan je hier vinden. Daarnaast hebben wij vanuit Sportsport ook een gamehub. Clubs kunnen kosteloos een koffer lenen met een PlayStation erin en 2 VR-brillen. Ook omdat we weten en hebben gezien, wat ik eerder al zei, de gemiddelde clubbestuurder is 50 jaar oud, heeft weinig feeling met gamen. Maar op het moment dat je het neerzet op je club, dan gebeurt er wat. Je hoeft eigenlijk niet heel veel te doen. De jeugd weet precies wat ze moeten doen. Dus er ontstaat iets en er ontstaat energie. Dus wij hebben gezegd, we willen vooral dat clubs makkelijk dat kunnen uitproberen. Oké, dan vlieg ik nog even heel snel hier doorheen. Want dit zijn de laatste 3 lessen die wij vanuit de Rotterdam Gate Games hebben geleerd. Tarik gaat wat in breder op wat we in het Living Lab hebben geleerd. Maar vanuit die Rotterdam Gate Games hebben we gezien dat de clubs X zien als aanvulling op hun sportaanbod. Het geeft met name de jongeren, 10 tot 16-jarigen die spelen veel, geeft het weer iets extra's op de club, waardoor ze langer blijven hangen. De verschillende verenigingen zijn er ook verschillend mee omgegaan. Handbal ETC, die denken er zelfs, die zien het echt als sportaanbod, die overwegen zelfs om een apart lidmaatschap nu neer te
zetten voor het gamingstuk en een trainer in te huren voor dat stuk. Dus die omarmen het echt heel breed. Waar een Tempo 34 en Spartaan 20 meer zien als een activiteit in de kantine. Dus een beetje de voetbaltafel van vroeger. En OZC zit daar weer een beetje tussenin. Die zetten het ook heel erg gericht in als zij open dagen hebben om nieuwe leden te werven. De uitdaging zit hem wel in het nieuwe karakter. Hè. Het is nieuw voor iedereen. Voor een club is het nieuw. Het is überhaupt nieuw. Het trekt een jong publiek aan. En dat zijn wel complicerende factoren. Want daar zoek je je vrijwilligers in die groep die het leuk vindt. Maar dat zijn ook de jongeren die nog niet zoveel ervaring hebben om dingen te organiseren. Dus die zal je ook moeten helpen. En het is al nieuw. Dus je weet eigenlijk als volwassen persoon bij wijze van spreken niet eens waar het naartoe gaat. Dus je bent echt met elkaar aan het leren. Laatste slide. Het is ledenbinding, ledenbehoud. De clubs, de vier clubs die ermee aan de slag gaan zijn, die zeggen echt van de kinderen blijven langer na een wedstrijd of naar een training. Bij Tempo 34 gaven een aantal meisjes terug. Ja, op het hockeyveld moeten we altijd zo geconcentreerd en gefocust bezig zijn. Dat is heel fijn dat we daarna even met elkaar kunnen ontspannen. Je ziet dat er verbinding ontstaat tussen mensen die elkaar op het sportveld niet tegenkomen. Dus verschillende leeftijden of uit- en thuisspelende clubs. Dus dat is gewoon hartstikke tof in de verbinding die het ook brengt.